ja, de tactieken van de teams. Het zal lastig zijn, omdat het... het is de eerste keer. Het is de eerste keer voor iedereen. Maar ja, met drie specifieke onderdelen zal het... zal het kwestie zijn van de goede renners kiezen. En... ja, en er echt iets van proberen te maken. Het is de eerste keer. Het is een goed initiatief. Maar het zal, ja, je moet het wel serieus nemen. Dat komt bij de mensen ook zo over. Dus ik kijk er wel naar uit. Het is, verandering is goed voor de sport, denk ik. En ja, ik denk dat dit is vooral een initiatief is om het voor de kijker, voor het publiek interessanter te maken. Dus het is interessant. Ik denk dat de Hammer-series is heel goed voor het wielrennen. De fans komen heel dichtbij bij ons. En dat is wat we nodig hebben. In grote klassiekers rijden we vaak van punt A naar punt B. En met de Hammer-series kunnen de fans heel dichtbij komen. Ja, de eerste dag is proberen... uiteindelijk moeten we proberen om de laatste dag zo goed mogelijk... van voren te starten. Om niet te veel achterstand op te lopen, moeten we in de klimkoers wat punten halen en in de sprintkoers ook. En we proberen gewoon zo dicht mogelijk bij de topploegen te blijven.